Hallo allemaal. Nou, voor vandaag eventjes geen vlog, want echt, de computer doet verschrikkelijk vervelend en ik krijg mijn computer pas over een paar dagen terug. Hoop ik tenminste, als het niet een paar weken is. Dus ik dacht, waarom doe ik gewoon geen staltour? Weet je, het is misschien nog niet helemaal af de stal, maar ik kan het misschien wel vast een beetje laten zien. Hier wil ik jullie dus laten zien, het allereerste weiland, dit is het kleinste weilandje. Ja, we gebruiken het niet echt voor de paarden, maar goed, weet je, de honden kunnen er lekker in spelen. We hebben hier de hobby van mijn stiefvader, allemaal vogeltjes. Ik zal het even een beetje laten zien. Zo, allemaal van die kleine pakketjes. Nou, dan gaan we even lekker een stukje lopen, want we hebben een siertuin. En wij dachten dat het misschien wel leuk was om met de tijd hier een overkapping te maken. Een soort van leuk hutje. Dat je hier lekker in het zonnetje kan zitten. En dan hebben we hier de enorme vijver. Die is van mijn moeder, echt haar hobby. Dan hebben we allemaal kooivissen in en dingen. Nou, dan hebben we eentje die is echt heel groot. Die is achteraan. Komt een beetje omhoog. Hallo vis. Echt, die komt af en toe omhoog en dan kun je hem gewoon lekker over zijn kopje heen aaien. Hey! Hallo! Hey! Ja! Dus, zo gaat dat hier. Eigenlijk is alles bijna handtam hier zo. Nou, dan hebben we hier het eerste weiland. Nou ja, het was voorheen weiland. Inmiddels zijn er paddocks gemaakt. Geloof het of niet, ik was aan het werk en ik kwam terug en ik zag ineens allemaal beleiding. Ik denk, wow, wat is hier aan de hand? Nou, dat zijn dus uiteindelijk de paddocks geworden. Nou ja, één paddock tot nu toe. We kunnen hem door tweeën delen, vandaar dat er ineens twee drinkbakken zijn. Hier hebben we er één, daar hebben we er één. En natuurlijk achterin Heimo's. We hebben de rijbak. Dus ik zal er even naartoe lopen. Inmiddels bij de rijbak aangekomen. Nou, allemaal afgezet met paaltjes. Ook achterin. Nou, hier liggen vast de palen voor aan de zijkant. Van de andere kant, want die staan er nog niet. Dus. Bij deze hebben ze ook al uitgemeten waar we dus de longering willen hebben. Dus we hebben hier een paal, daar een, daar een grote. En hier zit er een paaltje, dus het wordt best wel een... Groot longering, ook al ziet het er nu misschien nog niet echt uit. Het is niet echt ruimtelijk nog. Dus gaan we verder naar het volgende. Hier hebben we dus het eerstvolgende weiland. Daar staat de notenboom. Deze hier. Nou, daar kunnen de paarden lekker onder schuilen met zomers. En over het algemeen zijn ze niet echt dat ze noten opeten. Dus het is heel mooi. En van de notenboom blijkt het ook dat er heel veel vliegen niet meer langskomen, omdat die gewoon niet van die geur houden. Helemaal geweldig dus. Maar notenboom is niet het enige wat we hebben, want we hebben, ja oké, het zand natuurlijk voor de stallen. Maar dan hebben we hier natuurlijk allemaal fruitbomen. Zoals wat ik in de vorige video al zei met die takken, heel erg grappig. Vooral met alle storm dat al die takken eruit komen. Best wel groot. Ik ben heel erg benieuwd of ik van de zomer op de ladder durf te staan om al die fruitdingen te gaan plukken. Denk het niet. Nou, mijn favoriete plekje om gewoon lekker te zitten. En dan hebben we hier alweer het weiland van Venna. Voorheen was dit trouwens het weiland. Maar omdat ze met die schimmel zaten en dat het veulen geboren was, hebben we toch maar even een weilandje ertussen gedaan. Dus zijn ze even verhuisd. Nou, onze kleine sluiproute. Helemaal geweldig. Echt, als je dat niet had, dan moet je echt constant omlopen. Nu kan je gewoon even snel overal heen. Dan hebben we hier een kennel gemaakt voor de honden. Zodat ze tenminste niet de hele dag achter ons aanlopen. En dus de kans hebben om getrapt te worden. Want dat is echt wel heel groot, die kans. En dan ga ik jullie nu verder meenemen. Nou, hier hebben we in principe het hoogspanningsgevaarlijke hutje. Met natuurlijk alle speeltjes van mijn vriend waarmee die omgaat, zeg maar. Nou, een beetje hout voor bij de winter. En natuurlijk verdere rijpaal
bak dingen, hoe we het noemen. Nou, voornamelijk gaan we die natuurlijk ook gebruiken voor de lancering. Want dat ding moet natuurlijk helemaal rond worden, heel fijn. Nou, deze stond er nog. Een trog eigenlijk voor de schapen. Pulveraar. Heel handig vooral wanneer die bomenzooi er vanaf komt. Nou, we hebben hier het hooi. Het is niet zo heel veel, lijkt wel. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze van de zomer gewoon lekker 24/7 kunnen buiten staan. Dus, even zien. We gaan gewoon lekker hier naar binnen. Stalletje van Diesje en Moos. Nu even een hele grote puinzooi. Maar goed. Weet je, je moet toch op een gegeven moment wat. Het is even een noodstal geweest, want het was echt flinke. Ja, onweer en storm. En toen hebben we dit maar heel gauw opgezet, want het was echt niet meer te doen. Ja, dan ga ik even verder de deur openmaken en dan neem ik jullie verder mee. Goed, ga ik jullie verder meenemen. Zo, de werkplaats van mijn vriend. Zo, met de trekker. En de hooibagen bovenop. En allemaal plantjes, want hij zit natuurlijk ook een beetje in de tuinen. Nou. En natuurlijk is het altijd kijken hier van, joh, ga ik nergens tegenaan. Want hij kan best scherpe spullen hebben, laat staan punten. Want dat is echt hier grappig. Ik ben er al één keer bijna tegenaan gelopen. En geloof mij dat het niet altijd goed afloopt. Overigens kom ik daar natuurlijk alleen wanneer mijn vriend daar is. Want ja, wat heb ik daar verder te zoeken? Heel simpel. Maar ik denk het is misschien wel leuk om te laten zien wat hij ongeveer heeft, doet. Ja, weet je, al die spullen zijn hier nodig. En zeker wanneer je het zelf gaat doen op het platteland. Dus ja, maar dan gaan we gewoon nu verder met de staltour. Nu hebben we dan hier de noodstal. En een beetje verstopt nu achter de grote trekker. Zit dus onze zadelkamer. Beetje donker nu. Ik zal even een lichtje aandoen. Het is wel heel erg donker. Dat kan mijn camera niet eens hebben. Overigens, ik heb een paar foto's gedeeld op social media. Maar ik had eigenlijk nooit verwacht toen ik ermee begon dat hij de maan ook echt zo mooi op de foto kreeg. Ha, toch weer een behaald puntje. Nou, dekjes. Heel veel bitten ook nog van de oude eigenaar die gewoon heeft laten liggen. Nou, oh, zo handig. Van de zomer, lekker. Een appelboor. We weten niet of zeker dat het goed gaat met de paarden. Zich niet verslikken in de kern. Ja, een paar touwen. Ik ga jullie natuurlijk ook meenemen met hoe we dit gebruiken. Het is ook een speciaal ding om te zorgen dat mijn paard Jezri nageeflijk loopt. Even kijken, we hebben hier verzorgingsdingen. Voor Fenna, ik vond het zo leuk hè, met gewoon kerst. Ik zat helemaal in de kerstsfeer dus. Haha, kerstbelletjes. Nou, dit is vooral van mijn stiefvader. Ik kan hier overal en nergens koffie drinken, echt. Koffie drinken, dat is echt zijn hobby. Nou, een beetje van mij, vliegenspray. Glitterdingetjes, heerlijk. Nou, een boekje voor wanneer ik echt ergens tegenaan loop. Ik denk van, nou, weet je, misschien staat het erin, kan ik het opzoeken. Stalbondages. Stel dat hij niet helemaal op orde is. Nou ja, dan kan ik het in ieder geval verkoelen. Desnoods is het al. Fenna, die is ook voor de kar beleerd. Vandaar. Een heel mooi karrenhoofdstel. En dan hebben we, even kijken. Hieronder een mooie koffer. En daar zit dan de rest van de spullen in. Dus dat kan ze mooi voor de kar. Nou, voor nu even alle zweepen hier, want we moeten nog even een zweepenhouder ophangen. En dan heb ik hier mijn cap nog liggen, mijn extra cap, want nu tegenwoordig heb ik mijn glittercap. Nou, een paar schoenen van mijn moeder nog. Die van mij heb ik gewoon aan. Dus, nou, extra zakken met voer. Mijn moeders zadels, die heeft er twee. Hierheen en daarheen. Ik rijd zelf met deze, dat is mijn Friso zadel. Echt geweldig. Dan mijn glittercap. Oh mijn god. Zo blij mee. Echt. Kan ik ook in alles verstellen. Nou, graasmaskertje. Altijd handig voor wanneer ze bij de tandarts zijn geweest. En nog een heleboel holsters. Maar ook mentaal holster. Heerlijk om mee te trainen. Vooral dat hij dan wat beter luistert. Nou, poetskist. Lege ton. Zat voorin. En bodyprotector. Heel erg handig voor wanneer ik Moos ga beleren. Want dat...
Ik weet natuurlijk niet hoe dat gaat. Nou, die even dicht. Hoppakee. Zo. Nou, goed. Doe ik even het licht uit. Zo. En dan ga ik jullie meenemen naar het volgende. Ja. Dan hebben we hier de stal. Ik moet hem nog even opstrooien. Heel handig om je handen altijd te kunnen wassen. Nou, het rekje hebben we speciaal eromheen gedaan omdat Fenna nogal van het kriebelen houdt. En dan het waterbak hier gewoon breekt. Nou, speciaal ruif. En deze kunnen we omdraaien, zoals in de vorige video's. Haha, gelukkig maar. Nou, oh ja, misschien wel leuk om te laten zien. De kleine halstertjes van het veulen. Zo schattig, en heb je zo'n groot halster van Fenna erbij zitten. Ziet er ook niet uit, ook. Nou, gaan we even via onze sluiproute. Hi! Hé, hey, kleine. Hier hebben we onze Safira. Hi. En Fanny. Hi, Fenna. Nou, daar komen we in mijn stal aan. Die moet ik ook nog even wat meer stro inleggen. Maar goed, wat lager drinkbakje. Gewoon alles automatisch. Wel het makkelijkste. Dus gewoon lekker zo te doen. Nou, ik heb dan niet een omkeerbare, want het zou een beetje lullig zijn als Fenna er twee had. Dan heb ik mijn speciale hooiruif ook. Nou, dat is zo ongeveer die van mij. En eindelijk mijn bordje. Zo blij mee dat hij weer terug is. Altijd mee op stal gestaan, echt heerlijk. Mijn paard is een beetje een meer begaafd paard, want hebben we meerdere namen. En gelukkig past het dan op bordje. Hi, Safira. Hallo. Oh, is dat jou? Hallo. Hi, Penny. Nou, lopen we even verder. We hebben hier dus op een gegeven moment de mesthoop. Daarachter staan nog wat palen en wat zand wat we eventueel kunnen gebruiken. Nou, nu is met de versnipperaar wat mis, dus alle takken die voorheen daar lagen bij stal liggen dus nu hier. En hier zat voorheen een longering. Die hebben we dus weggehaald om de eerste rijbakpalen neer te zetten. Misschien niet altijd even handig, want echt, die laten gaten achter, dat is niet normaal. Maar je ziet dus gewoon nog steeds een cirkel op de grond waar ze al die tijd gelongeerd hebben. En ja, als je zo kijkt, dan is het echt een groot ding. Maar toen hij hier eenmaal was, was het echt, is dit de longering? Ik bedoel, juist, ik kon niet eens normaal lopen. Die kan geen snelheid maken, niks. Maar goed, dan hebben we hier dus verder de wei. Tot en met de snelweg. Dat is allemaal bij ons. Dus. Het is natuurlijk wel zo dat de achterkant, daarachter, en een stuk van hier, dat wordt natuurlijk van mijn vriend eigenlijk. Waarom? Heel simpel. Zo hoeven wij niet meer van de winter hooi in te slaan. Want dat kunnen we dus nu zelf gewoon lekker gaan maaien. En ze hebben hier al mest gestrooid, zeg maar, of gedaan. Dus het groeit ook al een stuk beter. Want voorheen was het echt enorm geel en zat er niet veel, ja, op, zeg maar. Er was nog geen gras. Nou, dan hebben we ons huisje. Ik doe er even een klein kijkje in, hoor, want hij staat echt super vol. Dus ik kan er ook niet echt bepaald makkelijk in. Zo. Nou, dan zie je al wel dat hij echt goed vol staat. Het is de bedoeling dat deze leeggehaald wordt en dat de paarden gewoon lekker daarin kunnen schuilen voor de zon. En dat er, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Er komt hier een touw, zeg maar, ik geloof ergens daar. Dat loopt hierheen. Delen we dus het hutje door de helft. Waar dus de ene kant kunnen ze erin, maar de andere kant dus ook. En dan komen ze niet per se bij elkaar, maar het is nog maar een idee. Dus het kan nog echt gaan veranderen. Maar dit is in principe dus onze stal die we hebben gekocht. Ja, en nu dacht ik, weet je, ik laat het gewoon zien. Het is lekker weer geweest. Het was vandaag gewoon 23 graden, jongens. Van sneeuw en wind en storm is het gewoon naar een zomerdag gegaan. Maar ja, goed, weet je, het is de laatste, helaas.
de laatste zomerdag alweer. Hey Zephyr. Hallo. Hallo meisje. Ja. Oh, hij schuilt achter mama. Oh nee, toch niet? Ja. Dus dat. Ze hebben net eten gehad, dus niks te klagen. Oh ja, en die kleine bijltjes, dat zijn trouwens nog kuil wat we over hebben. Maar over het algemeen, ja, we hebben een beetje voordroog hooi. Dat is, ja, het is wel hooi, maar het is nat. Tenminste, natter dan echt gedroogd hooi. Dus eigenlijk is het een soort van tussen kuil en hooi in. Nou, bij deze, dit is ons nederig stulpje. Ik hoop verder natuurlijk dat jullie het een hele leuke video vonden. Ik vond het tenminste leuk om het te laten zien. En ja, laat vooral weten wat je eventueel nog meer wil zien. Want ik heb wel een aantal dingen op de planning staan. Maar echt, ik mis mijn eigen laptop heel erg. Zeker met dit soort dingen. Dus de planning is sowieso natuurlijk om onze bijreizen nog vaker te hebben. En dat we dan echt verder wat gaan laten zien. Met Jasri gaan we een beetje proberen te werken. Dat is natuurlijk een hele tijd geleden. En ja, dus blijf vooral kijken. En als je iets leuk vindt, like het. Abonneer gewoon. Weet je, er komen toch wel iedere keer video's. Misschien soms wat later, maar dat gaat gewoon nu niet anders. En weet je, ik werk zelf in de zorg. Ik heb hele onregelmatige tijden. En ik vind het ook verschrikkelijk hoor, werken met het mondkapje en dingen. Zoals dat, weet je. Ik schaam me er een beetje voor. Maar goed, jammer. Helaas. Het zit gewoon erbij, ja. Tegenwoordig heeft iedereen een mondkapje op. Dus ze weten allemaal hoe ze zich voelen dan. En zeker met zo'n hete zomerdag is het niet te doen. Echt niet gewoon. Maar ja, weet je, we blijven positief. En ik laat vooral video's zien met hoe we hier de dingen doen en regelen. En ik hoop jullie echt met heel veel leuke dingen mee te nemen. Weet je, het begin is allemaal zwaar en ik hoop gewoon een paar abonnees hier mee te krijgen. Dat het misschien, ja, wat uitdagender is en wordt om te zorgen dat het, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ik dit over een paar jaar misschien terug kan kijken en ik denk van wauw, weet je, dit alles hebben we gewoon gedaan zelf. Dat is gewoon speciaal, weet je. En zeker omdat we hadden verwacht om altijd op een stal te gaan staan. En dat we dan echt moesten vechten voor ons eigen paardje. Omdat wij heel anders dachten dan de staleigenaar. Dus weet je, bij niemand is het perfect tenzij je voor jezelf begint. En wij hopen natuurlijk op een gegeven moment wel iemand eventueel te kunnen verwelkomen. Maar wel over een tijdje. Zodra we wat meer mogelijkheden hebben. Zodra de bak af is. En zodra we de longeerton hebben. Ja, gewoon een beetje alles op orde. Want we merken gewoon dat we met heel veel dingen nog niet weten hoe het werkt. Zo wisten we het ook nog niet met de mest. En dat laat ik jullie nog wel zien in een andere video. Hoe we dat hebben gedaan. Want echt, we hadden een overschot aan mest. Dus weet je, blijf gewoon lekker kijken. Abonneer, doe een duimpje omhoog. En als je iets wil zien, laat het weten in de comments. Nou, goed, bij deze wil ik gewoon dit afsluiten. Het was een leuk videootje, hopelijk. En het was een heerlijk mooie dag. Dus ik zie jullie later. Doei!